En Nederland heeft Suriname een bedrag van 3,5 miljoen euro geschonken om de COVID-19-pandemie te bestrijden. Dat meldde Communicatiedienst Suriname in een persbericht. Dit is een van de directe resultaten van het bezoek van minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking aan Nederland. Hij had een formele werkbespreking met zijn collega Stef Blok. Blok waardeert het dat Suriname meteen gevolg heeft gegeven aan de gesprekken die gevoerd zijn tussen president Tjan Santokki en premier Mark Rutte. De schenking is onderdeel van de 19,5 miljoen euro aan resterende uitstaande verdragsmiddelen, meer bekend als ontwikkelingshulp. Naast de schenking is ook afgesproken dat er gestart wordt met de samenwerking en ondersteuning tussen justitie en politie en de rechterlijke macht. Op het gebied van financiën en economie zullen investeerders worden aangetrokken en zal het bedrijfsleven in Suriname gestimuleerd worden. Het investeren in Suriname aantrekkelijk te maken en daarnaast is tussen de Centrale Bank van Nederland en Suriname overleg geweest om de geldtransporten te hervatten. Wat ondersteunend zal werken naar het Surinaams bankwezen.